You are fucked and you are fucked and everybody is fucked. Hoor je dat? Bam. We are fucked. Nog een keer. Aha, aha. We hebben 3 planeten in de waterteken. Ja, de maan in de kreeft. Wat heb ik hier? Neptunus in de vissen. Ja, en dan hebben we nog Venus in Scorpioen. Aha, met die eclipse die net voorbij is, gaan die nog een maandje blijven hangen. Dan gaan we nog richting een nieuwe maan. We are fucked. En dan gaan we dat allemaal heel leuk doen. Weet je wel? We moeten erom lachen. Kom je die films kijken, lachfilms opzetten, memes, Instagram. Alles wat jou laat lachen is het enige medicatie wat je kan doen. Zelfs mediteren helpt jou, hoor, bidden helpt. Maar zet een film op die jou laat lachen vanuit je hart. Dat je dingen even vergeet. Ja? Net als Boeddha. Ik heb je geadviseerd. Zet de mooiste films op. Desnoods oude films die jij kan herinneren, die jou zo hard kan laten lachen. Doe dat, want de emoties moeten we rustig gaan maken door de eclipse. Heel veel donker hangt in de lucht. En dat is misschien van ons allen ook. Want veel mensen komen nu tot een beseffing. Acceptatie. Het gaat niet. Hij wil niet of zij wil niet. Het gaat nooit meer goed komen. Of het is zo. En dat geeft heel veel pijn. En dat komt allemaal in de lucht. En het is collectief. En als je zelf midden in de situatie zit. Vooral met al die water. Je gaat het voelen. Ik zeg, lach erom. Door naar een filmpje te kijken. Ja, The Queens of Comedy, Def Jam. Kan ik nog veel meer benoemen? Zoek het allemaal. Mr. Bean, hebben we die ook nog? Zoek het allemaal op, ja? Please. Oké, de zon in de boogschutter. De maan in de kreeft. Ja, ik zeg gewoon shine bright. Doe je best. Het gaat je echt wel lukken. Goed, de stemmingswisseling op en af. Je begrijpt het, je voelt het, je weet het. Het is heel moeilijk. Het is een fase. We moeten er doorheen komen. En dan ergens maart, februari wordt het allemaal leuker. Richting kerst. Veel mensen voelen zich rot. Ze kunnen niet bij familie komen. Ze kunnen niet reizen. Veel verdriet. En verdriet houdt ons stil. Woede kan nog bewegen. Dus je hebt ook een paar mafketels die allemaal woedend zijn. Maar die komen nog in actie. Yes. Wat heb ik nog? Ja. Dus ook eerlijk zijn. Gewoon aangeven, ik voel me niet zo lekker. Net als ik dat, ik ben moe, kan niet lekker. Het lukt me niet en ik ga ook niet in de donkere sterrenbeelden doen. Ik dacht, het gaat me lukken, maar datum is onbekend. Gewoon toegeven en breng alles naar het licht. Het is gewoon niet anders nu. Niet forceren, want dat maakt het je nog vervelender. En dat duurt de proces nog langer. Ja, morgen gaat de maan naar de, ja, weekend eigenlijk, gaat de maan naar de leeuw. Vuur, actie. Mars en Ram, ja. Muziek draaien, want die onrust, zeg ik. Draai muziek, zet, maak, bouw een feestje, transmuteer de situatie, de energie. Doe iets eraan. Draai, doe iets, dans, doe een swirl, draai. Ja, laat je je niet gek krijgen, want veel mensen dromen ook. Ik had ook last van nachtmerries een paar dagen terug. Bidden. Ik maak veel grapjes, ik breng het leuk over, maar het is serieus. Ik ga jullie met z'n allen vragen om stil te staan en te bidden in details. En dat doe je echt door God kracht te vragen om het donker uit je te halen. Je kruinchakra, je derde oog, dat wat je hebt gezien. Je hart wat pijn doet. Het vergeven van ouders, ex-vrienden, vriendinnen. Alles gebeurt. Hè? Vriendschappen zijn ook heel pijnlijk. Veel vriendschappen werken allemaal niet meer. En dat kan heel veel pijn doen. Vooral als je de tijd krijgt, hè, met de eclipse, om thuis te zitten. Veel mensen hebben niet geslapen. Dus brengen naar het licht door echt te lachen. Ja? Ik heb het in verschillende vormen herhaald. Moet lukken. Ja? Voor mooi leid. Voor mooi leid. En geef licht aan dat wat je denkt. Dat, hè, want spirituele aanvallen zijn er ook. Mensen zijn een soort van boos. Dus die gaan ook wensen en dingen naar je sturen. Neem een spirituele bad. Het is eind van het jaar. Alle Surinaamse mensen die kennen dat. Desnoods heb je Surinaamse mensen in je kring. Vraag ze om je te helpen met een kruidenbad of met een spirituele bad. Florida water. Het is echt heel belangrijk dat we dat allemaal gaan doen. En mantra's. Want gisteren was ik in Korea bezig met Kalima. Dus, ja, dat is een Indoestaanse godin die het zwarte magie of de donkere uit de mens haalt of het systeem. Hè? Want ik zie de matigheid, hè, dat is de onderste kaart. En ja, de patronen komen op, verslavingen, gekte. Je hebt de neiging om opnieuw te doen wat niet hielp. Maar dat is die donkere die je daar naartoe trekt door het collectieve. Blijf sterk, zet je mantra's, meditatie, aarde, 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 aarde. Ik vond het ook zo leuk, er was een dame in Menna's Place die
Die vertelde ook dat ze eigenlijk mensen wil smashen. Ik vond het geweldig. Die gevoelens hangen ook in de lucht. Het is nog ineens iets slechts, maar hè, het weerkaatst. Dat is wat het met je doet. We hebben allemaal onze karakter. Hè? Dat je denkt, nou, jou moet ik smashen. De andere denkt, jij moet eraan. De andere denkt, ja. Dus ieder reageert op zijn manier. En dat is zichtbaar, voelbaar, proeven. Oké, dat was de intro. De intro. Zijn jullie er klaar voor de karakter? Zijn jullie er klaar voor? Hij heeft hiervoor één gekozen. Dus de lion. Want eigenlijk zie ik hier allemaal vuurkaarten. Het is onze hart, hè, die aan het helen is. En een hart heelt door open te breken. Ja, ja. Dus hoe meer het is gebroken, hoe later het leuker het wordt. Ja? En wat had ik hier ook opgeschreven? Boogschutter, de matigheid. Leer met vallen en opstaan rond deze periode. Het is niet leuk, maar dat is het enige wat we kunnen doen. Acceptatie. Dat het nu donker is en dat het beter wordt. Goed. Kom in evenwicht daarvan. Kracht. Jij, als je voor één hebt gekozen, dan ga ik je vragen om naar binnen te reizen. Om jouw innerlijke kracht te ontdekken, te vinden, in te pakken en meenemen naar de buitenwereld. Door je kruinchakra echt te mediteren. Want hier op de kaart, ik las het in het boekje, die dame boven de leeuw, zag ik het goed. Dat is eigenlijk je hoge zelf die de leeuw heeft getemd. Lukt het je nog niet? Mediteer. Ga naar je ogen zetten. Praat met dat andere ik. Want die gebrul en gelul en alles werkt niet. Misschien alle leeuwen zitten er ook mee. Vuurtekens, gaan we zeggen. De boodschutter, ik blijf zeggen. De tweelingen, die voelen het. Ga naar binnen. Binnen, deep down there. Gewoon helemaal in de bodem. Ja? En zie je kracht. En breng dat naar het licht. Je bent krachtig genoeg om dat wat jou is overkomen of wat nog komen gaat, je bezit het. Maar heb je daar ooit naar gekeken? Ben je moedig genoeg om heel diep te reizen? Is dat dat? Heb je nog moed nodig? Ja, dan vraag je dat vandaag. Trek je ridderpak aan en ga naar binnen. Reis naar je innerlijke wereld en breng dat naar boven. Ja, want je hebt de kracht. Je hebt de macht en de vriendelijkheid. Ondanks alle ellende, het zit in jou. Maar je moet het naar buiten brengen en delen met de wereld. En dan verhogen we zo weer de frequentie. Kom, lions. Kom, lions. We doen het met z'n allen. In de liefde, relaties, of het is superleuk, warm, of volop drama. Ik zeg, kies voor de liefde. Als je naar de drama kijkt, dus dan ga je naar je innerlijke wereld, denk je, daar is drama, daar is liefde. En dan kies je voor die kant. Wat daar dan gebeurt met het drama is niet van jou, is niet voor jou. Want het heeft geen zin. Het heeft geen zin. Het alleen maar het verlichten. Je kan daarnaar kijken, zoals ik zeg, en niet staren. Maar zodra je gaat staren, ben je fucked. Yes. Alsjeblieft nummers 1. Let ook op omdat iemand dat wat heeft gezegd. Of wat. Laat het om. Blijf vriendelijk, want dat bezit je. Dat bezit je. Ja, ik ben enthousiast, leuk. Want ik voel jullie vuur. Die bezit je. Check hem out. Maak je knapper. Hoge zelf. Ja. Pak de verkeerde kaart bijna. De overwinnaar is hier. Maar dit keer, na alle ellende met Eclipse en alle gelul. Waar je ook staat, ellende, waar je vandaan komt. En als je ook blij bent, helemaal leuk, goed zo. Hier, echt waar, dit is een duurzame overwinning. Ben je nog niet daar? Het gaat je lukken. Je gaat overwinnen, maar dit is dan voor lang. En like always. Heb ik hem goed staan? Ja, kijk dan. Leuke plaatje. Ja, misschien leek je op een joker, kwam je erover. Niet zo slim, dacht je of iets. Wat leek me een beetje grappig. Maar je gaat het winnen. Het gaat je lukken. Je wordt beloond na zoveel werk of na zoveel situatie of zoveel ervaringen. Het komt. Misschien moet je zelfs risico's nemen. Misschien moet je echt dingen doen buiten je comfort. Misschien moet je totaal wat anders doen. En kijk eens, tadaa, op de paard met heel veel lichtjes. Ja, die staven 6. Ik vind het prachtig om het te zien, ondanks dat voelen. Ik wil dat je dit vasthoudt, nummer 2. Als je hier naar kijkt. Duurzame overwinning na alle risico's die je hebt genomen. Heb jij je hart daar neergelegd en het werd niet gerespecteerd of wat? Daarna, degene die komt, of degene die jij kiest, of die voor jou kiest, is forever
Je moest alleen maar even nog dingen bekijken, alles uit je halen. En dan ga je alleen maar, dan hoor je te genieten. Dan ken je niet anders. Dan heb je het geproefd, dan ken je niet meer terug. Kijk eens, overwinnaar. Ik vind het zo leuk om dit te zien. Ja? Je gaat het ook bereiken. Dat wat je wil creëren. Een boek, kunst. Maar muziek hoor ik. Boeken schrijven. Dat heb ik al gezegd. Gedichten. Een nieuwe lijn. Het lijkt gek. Corona gaat je niet tegenhouden. Er zijn nog zoveel mogelijkheden. Online gebeurt nog zoveel. Ga ervoor. Je gaat het overwinnen. Heb je dat gecreëerd? Vooral nu. In deze periode creëer. Het is tijd om te creëren, om het leuker, om te verlichten, om hoger te klimmen. Doe het. Neem die risico dan. Desnoods investeer in jezelf of investeer in dat. Als je voor twee hebt gekozen, de kaart zegt een dikke ja. En het is forever. Misschien zie je dat niet gelijk. Maar het komt. You did it. Ik denk dat sommigen het toch zelfs hebben gedaan. Ja. Ja. En de relaties of de liefde. Je hebt gewoon een leuke tijd in je eentje. Dat is gewoon zoals je single bent. Dat je denkt, it's okay. Portaal doe ik het zijn. Je bent dan weer, als je dat kan voelen. Dat is die overwinning. Want ik ben niet alleen. Ik ben niet eenzaam. Ik zit gewoon alleen op de bank. Laat me het zo beter zeggen. En alles wat ik nodig heb voor de overwinning is onderweg. Ja, zo alle lampjes gaan hier. Voel dat. Want dit voelde ik echt toen die kaart viel. Ik dacht, wauw. Ondanks alles wat we hebben ervaren of gezien. Vooral voor de mensen die nummers 2. Daarvoor was het volgens mij een paar weken geleden was hij ook gevallen. Of een maand. Ik heb geen tijdsbesef. Prachtig. Creëer. Je kunst, je muziek, de tonen. Ik hoor ook komt echt compositie. Ik weet niet hoe ik het moet nu zeggen. Noten. Ik zie het gewoon ook voor me. Ja, prachtig. En muziek, je eigen muziek. Het is ook gewoon, denk ik, je geboorteklank. Je klank, je ritme van je hart volgen. Dat is het. Ik had laatst iemand geriet die had haar hart zong. En ze heeft mijn hart laten zingen. En ze heeft mij geheeld over het stukje van mijn zus. Ik ben je nog dankbaar, Monica. Echt. Je hebt me gisteren verlicht. En ik zei het tegen je, ik ga je benoemen. Want dit heb jij mij gegeven. Echt waar. Mwah! Nog een keertje, Monica. We gaan samen. Daar ging de pester met een gezanghart. Dus ik vraag jullie om geïnspireerd te raken door Monica. En laat je hart zingen, want daar gaat het om. Een grapje maken, een sprong. En kom in beweging met je eigen geboorteklank, met je ritme. En dan beweegt alles mee richting het licht. Ja? Ja, maakt niet uit. Is het hard rock? Is het opera? Is het... Maakt niet uit als het naar je hart laat dansen. Go. Doe Monica na. Ja, prachtig, prachtig. Ja, het gaat je lukken. Ja, leuke tijd samen of alleen. You can handle. Dat is de overwinning. Gaan we voor elkaar 3, want Neptunus is hier. Oh my god, sommigen willen weer fantaseren. Toen viel het keihard naar beneden en toen dacht ik... Ja, die illusie toch willen vasthouden. Kun je niks aan doen. Is niet erg. Ik wil het zo graag. Is goed. Maar nu dat je het weet, dat je een ander perspectief moet krijgen. Want ik voel tranen daarbij. Ik maak wel grapjes. Ik denk dat mensen op kaart nummer 3 hebben gekozen. Hebben misschien een traantje gelaten. Of die moeten dat doen. Want het is loslaten. Huilen, tranen. Vocht is loslaten. Laat het los. Dit is de kaart van een vis. Dan neem ik toch maar alle watertekens mee. De kreeft. De skorpioen, blijf ik zeggen. Is niet makkelijk nu voor jullie. Maar laat het. Ga op je kop staan, zeg ik dan desnoods. Kijk anders. Zie de situatie. Ik zag gisteren naar Pachamama te kijken. Dat vraag ik iedereen op Netflix, hè, want ik hou van tekenfilm. En iemand zei tegen me, wat ben je aan het doen? Zit je nou weer te dromen? Hij zegt, nee, ik visualiseer, zei hij. Dan kan ik mijn eigen dromen maken. Als je weet dat je aan het fantaseren bent, doe je eigen verhaal. En de werkelijkheid komt dan wel via dromen of gesprekken. Of hè? Het wordt dan duidelijk aan jou gemaakt. Maar dan thuis zitten en gaan fantaseren hoe het leuker zal zijn. Het brengt meer pijn. En dan dat voor realiteit nemen. Maak een afspraak met jezelf. Ga fantaseren hoe leuk het zou zijn. Maar zeg het ook. Ik ben nu aan het fantaseren. En dan fantaseer maar los. En dan mag je met iedereen zijn. Weet je hoeveel jaren ik samen ben geweest met Justin Timberlake? Dan lacht iedereen op mij. Nee, het was mijn fantasie. En nu nog steeds. Ja. Hij en ik. Ja. Ja. En ik heb de benen van Tina Turner. Ik ben heel lang. Ja. Ja. Dat zijn allemaal illusies. Maar ik ben daar bewust van. Maar gewoon echt denken dat Justin ooit mij gaat bellen. Even serieus.
Als je me ooit gaat bellen, ja, dan, hè, dan heeft God mijn wens gehoord. Maar ik denk het niet, want dat voel ik duidelijk. Dat is een illusie. Ja, ja, maar ik vind het wel leuk om te fantaseren. Dan maak ik een keus. Stap in realiteit door op een andere plek te gaan zitten en kijk opnieuw naar jezelf en om je heen en begin dan opnieuw. Ja, want Neptunus. Ja, Neptunus die kan illusies brengen en onzin, maar die kan ook wel weer heel veel liefde brengen. Ja? En veranderingen. Ja? Jij ook moet naar je innerlijke kijken. Kijk naar je innerlijke en haal altijd lage emoties. Die woede voel ik ook. Omdat je niet accepteert. Je wilt er ook niet naar kijken. Hoor ik bij sommigen. Het geldt misschien niet voor iedereen. Maar degene die kunnen het begrijpen. En ik wil je niet zeggen dat het niet goed is dat wat je doet. Ik zeg alleen maar het kan beter. Ik zeg altijd het oude ik is goed. Maar de nieuwe jij is veel leuker, veel beter, veel knapper. Kies voor dat. Door op een andere plek te gaan staan. Of desnoods die relatie ook. In de relatie voel ik ook, daar heb je ook drie keuzes. Volgens mij drie kanten. Moeilijk om iemand te vinden. Als vrijgezel zit je daar. Dat kan jou verdrietig maken. Je bent niet alleen. Kijk naar anders. Van, oh wauw. God is een hogere plan voor mij. Daarom moet ik langer wachten. Dat is de waarheid. Niet omdat hij niet naar je kijkt of dat God niet bestaat of alleen maar gemene man of je trekt alleen maar slechte mensen aan. Is niet waar. Dat is een illusie, dat is fantasie. Oké, de tweede wat ik denk dat het zou kunnen zijn. Je relatie is totaal niet leuk. Misschien ben jij niet leuk. Misschien, waarom? En dat kan zien zeker dat die ander het niet leuk is. Ja, ja. Zeg er wat van. Maar alleen maar van huilen naar haar kijken, werkt niet. Ja, en dan de derde dacht ik. Je komt niet los van iemand, kan het iemand jou stalkt, want die is gericht op jou. Het is niet grappig. Het is dat die online stalken, online lullen, gewoon navragen over je roddelen. Ja, ja, ik hoop, hè, als jij dit kan herkennen als, hè, bid voor ze. Geef ze licht, ik blijf zeggen, geef alle demonen licht. Lijkt aan, dan rennen ze vanzelf weg. Doe dat. Laat het los. Neem een andere persoon. Maar laat jezelf niet gek maken als een persoon dit bij jou doet. Ja? Dus zijn illusie. Jij stapt in de realiteit door een andere kant op te gaan. Niet helpen, want dat geeft vals hoop, snap je? Geeft veel fantasie weer. Mm-hmm. Oké, dan heb ik dat allemaal gezegd, want dat komt allemaal eruit. Dus werk aan je relaties of je liefdesrelatie. Ik heb drie tips meegegeven. Kijk anders. For better days. Shine bright. Ja? Wees gezellig. Het zijn donkere dagen. Dus die eclipse is er. We gaan nog recht in de zon. Het is een maand voelbaar. Accepteer. Zet lachfilms op. Lach net als een boeddha. En gedraag. Je gaat nou niet haten. Wensen. Noem maar op. Het werkt niet. Want alles wat je een ander aandoet, doe je alleen maar jezelf aan. De ander heeft alleen maar een momentje vertraging. That's it. That's all. Oké? Okay? Dans. 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 Oké, okay, dikke doei doei. De sterrenbeelden zijn onderweg. Bye bye.